Sven van Sven Avers Media en Plus om 2. Ik wil nog één ding melden aan alle nieuwslezers. Het staat fout op jullie website. 1 punt. Nu zegt dat ze mensen zijn afgevoerd in de traumahelikopter. Er is niemand afgevoerd in de traumahelikopter. Dat was allemaal met de ambulances. Dus bewerk even die fout. En RTL Nieuws zegt dat het over een buurruus gaat. En de politie zegt waarschijnlijk ook dat het over een buurruus gaat. Maar ik heb iedereen in deze straat aangevraagd. Het gaat niet om een buurruzie. Het was een vriend die op bezoek was. Of een vrouw die op bezoek was. Ik weet het niet precies, maar... Het waren bekenden van elkaar, het waren vrienden. Ze kwamen bij elkaar eten. Niks buren, vrienden. Ze woonden niet naast elkaar. Ze kwamen op bezoek. Dus even om jullie nieuwsberichten aan te passen, wil ik dit melden. Dit was Sven Avers van Sven Avers Media en Plus ontv. Laatste updates kun je vinden op Sven Avers Media. Ons YouTube kanaal. We staan up-to-date. Nu kun je nadat ik uitgeluld ben, kan ik meteen even naar een paar foto's kijken die ik net heb geschoten. Van het forensisch onderzoekbusje. En de honden die rondlopen. Want er is nu ook een hond, nou één hond. Die is rond aan het snuffelen hier. Om te kijken of voor wapens of drugs, ik weet niet wat. Maar ze zeggen ook dat er drugs in dat huis is gevonden ofzo. Maar ik weet het niet zeker. Dat durf ik nog niet te zeggen. Maar ja, hier heeft u de foto's. En tot het nieuwste. Dus tot het nieuwe. Tot later. Doeg.